Hey, ik ben Taken. We zijn vandaag in Experience Center De Fietser in Ede. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Sparta Explains. Als je van plan bent om een e-bike aan te schaffen, zijn er een aantal dingen die je zelf af moet vragen. Wat voor soort ritten ga ik met de fiets maken en welk motorsysteem past hier het best bij? Daarnaast moet je ook rekening houden met de afstand die je gaat afleggen met de fiets en welk accusysteem hier het best bij past. Er zijn verschillende accu's op de markt en in deze Sparta Explains leg ik je er alles over uit. De accucapaciteit van een e-bike wordt uitgedrukt in wattuur en geeft aan hoeveel energie er opgeslagen wordt in de accu. Hoe groter het aantal wattuur, hoe groter de actieradius van je e-bike. Oftewel, hoe verder je kan rijden met je accu zonder deze tussentijds op te laden. Sparta biedt je een accukeuze. Dit wil zeggen dat jij kan kiezen welke accucapaciteit je op je nieuwe e-bike wil hebben. Accu's variëren van 300 wattuur tot wel 1125 wattuur. Het verschil merk je in de prijs en in de actieradius. Met een relatief kleine accu van 300 wattuur kom je natuurlijk minder ver dan met een accu van 600 wattuur. Maar dit betekent niet dat een accu van 300 wattuur in omvang kleiner is dan een accu van 600 wattuur. Het verschil tussen een 300, 400, 500 en 625 wattuur accu zit hem dus in de actieradius van de fiets. Ben je van plan om je e-bike te gebruiken voor korte ritjes, dan kan je kiezen voor een 300 of 400 wattuur accu. Wil je de e-bike voor lange afstanden gaan gebruiken, zoals woon-werkverkeer, dan kan je beter gaan voor een grotere accu van 500 wattuur of 625 wattuur. En als je nog verder wilt kunnen rijden, dan is de dual battery de ideale optie voor het gebruik van jouw e-bike. Dual battery is de mogelijkheid om een extra accu op de e-bike te kunnen monteren. Hierdoor profiteer je dus van alle voordelen van een tweede accu op je e-bike. Op een e-bike met een dual battery mogelijkheid kan je de actieradius aanzienlijk vergroten. Hierdoor heb je een maximale accucapaciteit van maar liefst 1125 wattuur. Het is niet mogelijk om een dual battery op elke e-bike te monteren, maar de Sparta D-Burst modellen hebben deze mogelijkheid wel. Een dual battery is ideaal als je langere afstanden moet trotseren. Als je meer wil weten over een dual battery, kom dan hier langs bij de fietser in Ede of vraag het aan je lokale Sparta dealer. Leuk dat je weer hebt gekeken naar een aflevering van Sparta Explains. Hou onze social media in de gaten voor de ontwikkelingen rondom e-bikes en speedpedelecs. En ik zie je graag de volgende keer.